De deur naar de Olympische Spelen in Londen is door turner Jeffrey Wammes weer opengevrikt. Wammes, hier tijdens een turngala, kreeg vandaag van de rechter te horen dat er een nieuwe selectieprocedure komt. De turner van Flik vlak in Den Bosch spande een kort geding aan, omdat niet hij, maar Epke Zonderland door de turnbond werd voorgedragen voor het grootste sportevenement in de wereld. Wammes was het daar niet mee eens. De rechter vindt dat de Wammers en Zonderland nu in vier duels moeten uitmaken welke Turner ons land het beste kan vertegenwoordigen in Londen.